Ja, maar nou zien ze toch los. Rens Verberg, die gaat er vandoor. Maar Ruivenek erachteraan. En die Lano aan de rechtse kant. Met zijn groene helmje, die gaat lekker langzaam op. Het gaat gruwelijk hard. Ruivenek, die gaat er alles aan doen. Om Rens bij te blijven. En ze zien mijn neum langs elkaar aan de gang. En ik ben zo maar kwijt, zo hard gaat het. Ja, dan komen ze aan. Met ons finale 2024 met aan de leiding Rens Verberg. Aan de binnenkant zit Ilano, aan de buitenkant zit Ruivenek. En hier gaan ze naar die laatste rechte lijn. Hier komt het, hier komt het aan. Rens Verberg aan de leiding, Ruivenek zit aan de buitenkant. Ilano zit er aan de binnenkant, maar die is gezien. Het gaat tussen Ruivenek en Rens Verberg. Ruivenek, Rens Verberg. Ruivenek, Rens Verberg. Hier komt de eindkant van de... Ruivenek! Ruivenek! Wat kan ik van de wet was? 2024 en slot. Nou, ik denk op een halve lengte. Rens Verberg en Ilano staat er met een tweetal lengtes achter. Maar het is hier Ruivenek die koning van de Wethorst wordt 2024. Roy, als eerste heel hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat is er door je heen gegaan toen je voor de tweede keer koning werd? Ja, ik hetzelfde als de eerste keer. Je komt over die finish en dan heb je echt het gevoel van het is gewoon gelukt. Hetgeen waar je, dat doet natuurlijk iedereen, maar hetgeen waar je het hele jaar naar leeft. Waar je s'morgens vroeg mee opstaat en s'avonds laat mee naar bed gaat. Daargene waar we zo hard voor hebben gewerkt met iedereen, dat haal je binnen. En ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja. Vorig jaar had je hetzelfde paard, was ja. Ook heel goed. Toen had je het wel heel zwaar hè, met die ritten. Ja. Wat dacht je bij de huidige loting, de loting van dit jaar? Nou ja, het is heel eerlijk. Bij de loting zag je al, en het kan natuurlijk anders lopen, maar dat koning niet uit het rechterrijtje ging komen. Want rechterrijtje stond in mijn ogen van de 8 favorieten, stonden er al 4 bij elkaar. En daarvan kwam er maar 1 naar de finale toe. En die had zoveel moeten geven dan, die pech had ik vorig jaar, dat ik niet eens kon starten eigenlijk. En Rens kwam alsnog mooi naar de finale toe, maar je ziet dan toch dat je door die zware ritten in het begin, dan mis je wat. Wat ik en Ilano eigenlijk wel nog iets over hadden. Dus ja, dat geluk moet je wel hebben, ja. Zeker. Ja, want bij de finale rit, Rens was wel net iets sneller weg, hè? Maar ja. Denk je dan toch, doordat hij... Ja, je kon hem toch inhalen. Nou, ik verloor de start. Want hij wilde niet meer zo graag. Dan pak je wel wat lengtes achterstand. Alleen, ja, ik voelde halverwege wel dat ik nog heel veel had. En dan is het de taak aan mij om te wachten en het goede moment uit te zoeken. En dat is gelukkig gelukt. Maar dat is niet altijd zo dat... Er zijn zoveel omstandigheden die moeten meehelpen. Het is je laatste keer hè, dat je hebt meegedaan. Maak je dat extra gebrand? Had je zoiets van, nou, mijn vader deed voor de laatste keer mee, werd koning. Probeer ik het ook nog een keer? Nou, het was meer, zoals ik zei, het was vorig jaar eigenlijk al de laatste keer. Maar wij voelden als hele team met het paard wat we hebben. En ik ben na jaren ben ik eindelijk weer goed fit. Dat er nog iets in zat. En wij waren wel heel gebrand om te winnen. Maar hoe gebrander je vaak bent om te winnen, hoe meer er tegen zit. Ja. Dus we waren ook wel heel relaxed erbij, gelukkig. En dat is natuurlijk ook dankzij dat je hem al een keer hebt gewonnen. Wat is de reden dat je nu stopt? Het heeft geen speciale reden eigenlijk. Ik heb 14 keer meegedaan nu. En het is gewoon een keer mooi. Er komt een tijd dat die jonge gasten ons gaan inhalen. En daar gun ik ze ook van harte. Maar ik hoef niet de oudste van stel te zijn die nog jaren meedoet. We hebben hem al gewonnen. En nou 2 keer. Dus het is mooi geweest. En je moet winnend afsluiten. Op het hoogtepunt stoppen, hè, ja. Zeggen ze. Ik hoorde net bij de huldiging dat de voorzitter, Dick Gozes, gaat stoppen. Misschien iets voor jou? Nee. Ik ben heel erg gebrand om jonge gasten te gaan helpen. Je zit ook al in die commissie, hè, voor de jongeren, toch? Of niet? Ik zit niet in de commissie zelf, maar wij doen wel sportlesjes en zo. Ja. En wij doen wel het een en ander voor de jonge gasten. Want ik vind, we hebben de mooiste sport die er is. En als ik iets wil meegeven aan die jonge gasten, is waar wij al mee zijn begonnen met de vriendengroep. Het is tot en met de matworst. Het is gewoon normaal doen met elkaar. Mijn part word je beste vrienden. Maandag wordt er gestreden. En ik zou daar iets mee willen doen in de toekomst. En ik zou heel graag gewoon de jongen willen helpen. Nou, dat is een heel mooi streven om ook die matworst in ere te blijven houden. Zeker, want ik ben heel trots op onze traditie. Het is een prachtig spelletje en er gebeurt elke keer wel weer iets anders. Maar we hebben gewoon een prachtige traditie en dat moet je in ere houden. Dankjewel. Geniet van deze dag, maar geniet ook van de rest van het jaar. Gaan we zeker doen.